Wat een prachtige nacht, of niet, Troy? Waar luister je naar? Een nieuw liedje, hè? Vind je hem leuk? Hey, Troy. Kijk daar. Wie is dat? Is dat Henry niet? Wat zou hij daar doen? Laten we het aan hem vragen. Waar is hij nu weer? Dat was raar. Waarom is hij weggereden? Het lijkt wel alsof hij iets aan het verstoppen was. Denk je dat we het moeten uitzoeken? Het zal lastig worden om Henry te volgen zonder gezien te worden. Ik denk dat we Teddy's hulp nodig hebben. Tijd om een spion te worden. Hoi Teddy. Ben je thee aan het maken? Mogen we je even storen? Henry gedraagt zich een beetje verdacht en Troy wil hem volgen zonder gezien te worden. Wat is dat, Teddy? Oh, goed idee! Een onzichtbaarheidsmantel. Troy zal onzichtbaar zijn voor Henry. Wat nu, Teddy? Is dat een radar? Zo kan Troy Henry altijd vinden, waar hij zich ook verstopt. Bedankt voor je hulp, Teddy. Oké, Troy. Ben je klaar om de spion uit te hangen? Tijd om je radar te gebruiken. Heb je Henry al gevonden? Dat is Henry. Zo te zien is hij dichtbij. Laten we gaan. Daar is hij. Maar wat is hij aan het doen? Troy, kan je dichterbij komen? Oh nee. Henry rijdt weg. Maar waarom? Hij kon je toch niet zien? Oh, denk je dat Henry je heeft gehoord? Dat is logisch. We moeten zo stil mogelijk zijn, Troy. Oké, Troy. Nog een keer proberen. Waar is Henry? Daar is hij. Achter hem aan, Troy. Hmm,
Henry moet hier ergens zijn. Maar in welk huis zit hij? Hoe kunnen we dat uitzoeken, Troy? Een röntgenbril. Perfect. Wat zie je, Troy? Aha, gevonden! Maar wat doet hij, Troy? Hij zet bloemen op tafel. Was hij bloemen aan het plukken net buiten de stad? Wacht, geeft Henry een theefeestje met zijn teddyberen? Daarom rende hij weg. Hij wilde niet gezien worden. Inderdaad, Troy. Henry wil niet dat andere treinen weten dat hij graag thee drinkt met zijn teddyberen. Maar dat geeft toch niet, Troy? Het is juist cool om met je vrienden thee te drinken. Henry moet zich niet zo schamen wat andere mensen over hem denken. Hij kan gewoon zichzelf zijn. Laten we gaan, zodat hij alleen kan zijn. Teddy, bedankt voor je hulp vanavond. Wauw. Zeg Teddy, wat doe je daar eigenlijk? Heb je een theefeestje met je speelgoed? Nou, geniet ervan Teddy. Tot de volgende keer. Hoi Troy, ben je onderweg naar de berg vandaag? Veel plezier, maar wees voorzichtig. Oh jee, er is wel heel veel sneeuw hier. Hoi daar, jij kijkt verdrietig. Wat is er? Oh jee, Taylor zit begraven op de top van de berg. Wat moet je nu doen, Troy? Goed idee. Laten we Teddy om hulp vragen. Wacht hier. We zijn zo terug. En dan gaan we Taylor redden. Teddy, we hebben een probleem. Taylor zit vast in de sneeuw op de berg. Kan je helpen? Perfect. Bedankt. Laten we beginnen. Troy, Teddy heeft je veranderd in een luchttrein. Goed idee, Teddy. Troy mag niet ook in de sneeuw vastkomen te zitten. Laten we Taylor gaan helpen. Tot straks, Teddy.
Geen zorgen, Troy gaat omhoog vliegen naar de top om Taylor te redden. Wauw, dat was ongelofelijk! Oh jee, er ligt wel heel veel sneeuw. Troy, ik zie bijna niks. Kijk uit, een lawine! Phew, dat scheelde weinig, Troy. Troy is haar Taylor. Hij gaat je redden. Wauw, dat was ongelofelijk. Je bent er bijna, Taylor. Goed werk, Troy. Oké dan. Nu van de berg af en een beetje opwarmen. Houd vol, Taylor. Het is gelukt. Yay! Doeg, Troy. Goed gedaan. Tot de volgende keer. Doei, Taylor. Hoi, Taylor. Dat ruikt heerlijk. Wat ben je aan het bakken? Cupcakes voor een verjaardagsfeestje? Ongelofelijk! Zullen we de oven aanzetten? Wat is er? Werkt de oven niet? Oh jee, zullen we Troy de trein vragen of hij ons zou kunnen helpen? Hoi Teddy, de oven van Taylor de trein is kapot. Kan jij helpen met repareren? Echt waar? Super! We moeten Troy transformeren in iets heel speciaals, zodat hij Taylor kan helpen met bakken van cupcakes. In wat voor trein ga je hem veranderen? Een oventrein? Perfect! Laten we beginnen. Een oven? Perfect! Een lopende band. Dat is super handig. Een slang? Nou, ik snap nog niet helemaal wat Troy daarmee zou moeten doen. Ja.
Ik kan niet wachten! Je ziet er goed uit, Troy. Laten we gaan. Kijk, Taylor. Het is Troy. We hebben niet veel tijd meer, jongens. Taylor moet de cupcakes op tijd afleveren bij het verjaardagfeestje. Zijn je cupcakes klaar om te bakken? Perfect. Is dat alles? Niet? Wat moet je nog meer doen? De cakes glazuren? Goed idee. Maar hoe? Oh, het is een glazuurslang. Bedankt, Troy. Goed werk. Ik hoop dat je vrienden de cupcakes lekker vinden. Doeg, Troy. Tot de volgende keer. Hoi daar, Troy. Is dat niet een hele mooie tuin? Daar komt Tina. En ze lijkt de tuin ook heel erg mooi te vinden. Zo mooi zelfs dat ze die scherpe bocht daar verderop niet heeft gezien. Oh nee, de bloemen zijn kapot. En nu komt de bewoner kijken wat er met zijn tuin is gebeurd. Het spijt Tina ontzettend, heer Byron. Ze was de bloemen aan het bewonderen en ze zag de bocht niet. Heb je lang aan de tuin gewerkt? Oh jee. Was er maar een manier om alles weer beter te maken. Denk je dat er een manier is om alles te redden? Goed idee, Troy. Teddy is heel slim. Zij kan je zeker weten in een tuiniertrein veranderen. Teddy, er is een ongelukje gebeurd in Treinstad. Geen zorgen, iedereen is in orde. Maar Tina is door iemands tuin gereden en heer Byron is heel erg boos. We wisten wel dat je kon helpen. Bedankt, Teddy.
Een tuiniertrein. Dat had Troy ook in gedachten. Je kan de kapotte bloemen nu heel snel weghalen, Troy. Misschien moet je kijken of de sprinklers werken. Perfect. Nu hebben we alleen nog nieuwe bloemen nodig. Tijd om de tuin weer mooi te maken. Tot straks, Teddy. Oh, Tina, voel je je nog steeds een beetje schuldig? Geen zorgen, Troy de tuiniertrein is al naar je onderweg. Waar ga je beginnen, Troy? Wil je eerst alle oude bloemen weghalen, zodat je de nieuwe bloemen kan planten? Goed idee. Snel werk, Troy. Is het tijd om de nieuwe bloemen te planten? Van onderen. Perfect. Jij hebt heel snel werk geleverd, Troy. Je bent echt een hele snelle tuiniertrein. Moet je nog meer doen? Goed onthouden. Bloemen hebben water nodig. Indrukwekkend, of niet, Tina? We kunnen jouw sporen ook niet meer zien. Dat ziet er goed uit, Troy. Dat denken de bewoners ook, zo te zien. Denk je dat het nog mooier is dan eerst? Dan is iedereen blij. En heel erg bedankt, Troy. En natuurlijk Teddy voor de transformatie. Hele fijne dag nog en tot de volgende keer.